Nou, mijn naam is Kiki Ruijen, lid college van bestuur van onderwijsstichting Movaar, een stichting met 52 scholen. En vandaag hebben we de leerling-bestuurder-ruil. Wat ik belangrijk vind is dat de leerling Marijn van groep 8 basisschool De Langeberg inzicht krijgt in wat het werk van de bestuurder inhoudt. En ook eigenlijk gelijk al zou kunnen zien van wat is nou de relatie tot de school? En wat zou nou belangrijk zijn voor een bestuurder als het gaat om de scholen, de leerkrachten, de leerlingen, de kinderen die op al die scholen zitten? Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. En dat hij een hele leuke dag heeft. Wat ik vandaag geleerd heb van Gwen is dat het kind zo puur is en zo eerlijk ook is over wat haar opvalt op haar school. En op mijn eerste vraag in de auto, wat mag ga je vandaag veranderen? Toen zei ze, al die oude saaie leraren eruit. En dat raakte me, want ja, zo kijken wij er natuurlijk niet naar, maar dat zijn vaak hele professionele leerkrachten. En dan zie je toch dat je nadrukkelijker in gesprek moet met, maar hoe beleeft zo'n kind dat nou? En dat hebben we eigenlijk de rest van de middag ook iedere keer ter sprake gebracht. Hè? Van hoe kun je, en hoe krijg je nou, want we zijn nu ook weer in gesprek met een directeur. Hoe krijg je nou als directeur zicht op, hoe vindt het kind het nou? Want ja, het kind is toch het belangrijkste waar we het voor doen, goed onderwijs. En dat moeten we denk ik toch iets vaker centraal stellen. Van hoe voelt het kind het nou? Dat is mijn grootste leerpunt van vandaag. Ik heb met heel veel plezier met Marijn, ben ik samen met Marijn opgetrokken vandaag. Wat ik van hem geleerd heb is weer eens met kinderogen kijken naar hoe je dingen doet.